Gander, ja. Schijnt dat je nu nog een contract bij gekregen als animator van de ploeg ook? Oh, maar ja, ik probeer een beetje die rol ook te vervullen. Je vervult ook de rol van de tolk te zijn bij de trainer. Ja, maar Fred ken ik goed. Ik probeer een beetje, ja, de communicatie tussen ons zit goed. Ik probeer dat een beetje over te brengen op het veld. Voorlopig gaat dat. Blijf van mij, man. Heel goed. Okay. Heel goed, 3 punten. Ja, ik denk dat we deze maand een goede maand hebben gehad met de beker erbij. Dus we moeten zo verder gaan dat we voeling hebben met de top. En, verder Gijs, benijdig, klein, sympathiek, maar klein, moeilijk veldje. Gijs wordt sowieso moeilijk. Dat is altijd elk jaar gebleken. Congratulations, Georges. On a écrit cette semaine que le point faible de l'équipe d'Ostende c'était l'arrière gauche. Est-ce que vous êtes maintenant la réponse sur cette question? Ben, je ne savais pas qu'il y avait un point faible à Ostende. Vous me l'apprenez. Moi, maintenant, ce n'est pas parce que je joue que je vais résoudre les problèmes, mais je vais essayer de faire mon mieux pour faire donner le meilleur de moi-même et faire les meilleurs matchs possibles. Voilà. Surtout que moi, ça fait quand même. Allez, il manque un petit peu de rythme, mais au fur et à mesure, je pense que ça va y aller, quoi. Les places deviennent dures, hein, difficiles, hein, dans l'équipe. Ben oui, bon, il faudra se battre. Le compétition, c'est bien. Ouais, ben, c'est bien pour tout le monde, un petit peu de concurrence, et ça va faire progresser toute l'équipe vers le haut, quoi. Il y a 2 mois, vous avez dit, je suis venu au stand pour jouer. Si vous êtes bien content, hein. Oui, maintenant, j'ai dit ça et je maintiens toujours. Maintenant, c'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Et bah, si je fais des bons matchs, des bons entraînements, je vois pas pourquoi je devrais pas jouer. Mais voilà, c'est bien, quoi. L'intégration dans la ville d'Ostende, l'atmosphère. Oui, non, ça va, ça c'est bien, c'est une belle ville et il n'y a pas de problème. Est-ce que vous allez manger toujours dans un restaurant rec ou Non, je laisse faire ça à mes grands-parents. Voilà. Des bonnes frites, ça fait. Bah, les frites belges, elles sont bonnes. Ja, dat land er zo'n beetje de animator. Het verlengstuk van Fred van der Biest op het terrein is geworden. Dat is vandaag weer gebleken met deze 3-0 tegen Lommel. Maar het grote probleem bij Ostende, al 8 spelers op die plaats, was de linksachterplaats. Uiteindelijk is onze Belgische Griek daar terechtgekomen. Georgios en eigenlijk door de blessure van Gert-Jan meteen gestart. En heeft zeer goed zijn string getrokken, meegaan aanvallen. En vooral zeer goed die linkervleugel van Lommel lam gelegd. De jongen is gekomen van Alouvière om te spelen. Had een achterstand fysiek, maar die heeft in een korte tijd weggewerkt. En vooral, die is ambitieus. Die zegt, ik ben voetballer en ik wil voetballen. Integratie in Oostende oké, in een ploeg oké. En zelfs op gebied van eten geen probleem. Hij gaat geen Grieks restaurant opzoeken. Zo is hij al Vlaming geworden. Uiteindelijk zegt hij, dat laat ik over aan mijn ouders. Maar een zakje frieten, dat gaat er altijd in. Zou zeggen, wij hebben op de linkervleugel misschien iemand een vaste waarde. Ook al moest dat nu weer bewezen worden door een blessure van Gert-Jan. Die er tegen een moeilijke Gijst op de berg, moeilijke ploeg op het kleine terrein. Moeilijk te bespelen, altijd een beetje zwarte kat voor de Ostende, dat zou kunnen waarmaken. Maar hopen, een goede weg, weer 3 punten naar boven, naar de top. En dat was de bedoeling van deze wedstrijd tegen toch wel een verbazend zwak Lommel. Maar goed aan elkaar gangend, weinig ruimte latend voor de tegenstander KV Ostende.